Dominique. Steven. Hoe lang is het nog tot de technieshow? Nog 4 weken. Nog 4 weken? Ja. Oké. Ik heb iets gehoord. Wat dan? Ik snap dat onze salesafdeling aanwezig is op de technieshow. Yeah. En marketing snap ik, customer care snap ik ook nog. Mm-hmm. Maar ik hoorde dus dat HR ook aanwezig is. Is HR aanwezig? HR is ook aanwezig, ja. Oké. Okay. Maar ik zou niet weten wat HR moet op een beurs. Nee, ik ook niet. Hmm. Zullen we het Els vragen? Ja. Let's go. We hoorden dat HR ook aanwezig is op de beurs. Kun je ons vertellen waarom dat is? Ja, natuurlijk. Ik denk dat een beurs als deze een uitgelezen kans is om kennis te maken met alle potentiële werknemers die er zijn. En wij kunnen ons dan profileren als werkgever en vertellen hoe leuk het is om bij Katmus te werken. En waarom moeten mensen naar de technieshow komen? Om natuurlijk met ons kennis te komen maken. En wie weet, hou je er wel een leuke baan over. Ben jij aanwezig? Tuurlijk. Oké, tot dan. Stefan. Ja? Je bent vergeten om de sneak peek van de week te doen. Oh, Monteer maar hier. Ja. Yes. Sylvie. Ja. Wat is de derde trend? Ja. De derde trend gaat over hoe je kennis over je ontwikkelde machines kunt borgen. En daarin gaan we eigenlijk in op dat nieuwe technologieën meer mogelijkheden bieden voor je machines, maar ze ook ingewikkelder maken. En digitale transformatie kan helpen om iedereen up-to-date te houden en kennis te borgen. Oh, de batterij is bijna leeg.